Wie kunnen er niet spelen in die belangrijke wedstrijd tegen Dordrecht? In ieder geval morgen. Dat is Sveenhoven, Chabot. In twijfelgeval is Hoed. En voor de rest is iedereen fit. Chabot, ga je ervan uit dat hij het hele seizoen niet meer in actie komt? Daar gaan we wel vanuit, ja. Je zegt het al, twijfelgeval de keeper, Hoed. Wie heb je dan? Als Hoed niet keept, dan keept Koorsmit. Heeft lange tijd niet gekiept. Hoe staat hij ervoor? Hij heeft al 4-5 weken getraind alweer mee. Dus hij heeft 1 wedstrijd gespeeld. Maar datzelfde geldt voor andere wisselkeepers. Die spelen natuurlijk ook heel weinig. Maar als het zou moeten, dan is hij er klaar voor. En dat is belangrijk. Heb je een aanleiding van die wedstrijd, die laatste competitiewedstrijd tegen Heracles, het idee om nog op meerdere plekken spelers te gaan wijzen? Kortom, in te grijpen naar aanleiding van die wedstrijd? Men praat over de druk van de wedstrijd. Vanaf het moment dat ik ben gekomen, zat er natuurlijk een enorme druk op die ploeg. Want die stond met 11 punten onderaan. Dus onder druk spelen zijn die jongens wel gewend. Dus daar heb ik op zich niet zoveel moeite mee. Ik moet gewoon even kijken. De opstelling heb ik nog niet gegeven aan de spelers. Dus dan ga ik het ook hier niet doen. Ben je verrast dat niet Cambuur, maar Dordrecht de tegenstander is? Die jongens hebben natuurlijk een prachtige prestatie die neergezet. Laat dat duidelijk zijn als je met 4-1 verliest en je weet dat goed te maken in een uitwedstrijd. Ja, dat toont toch ook het karakter van die ploeg. Dus alleen maar complimenten wat dat betreft. Ja, veel oud-Spartanen zijn er ook. Die zijn er echt gebrand op. Wat voor een Dordrecht verwacht je? Echt een gretig Dordrecht dat jullie gelijk bij de strot wil pakken daar in de Kromendijk? Het gaat over 2 wedstrijden. Het belangrijkste voor ons is, we weten dat het een opportunistische ploeg is. Met heel veel beleving, heel veel strijd. En daar moeten wij partij aanbieden. En dat gaan we ook gewoon doen. Ja, het weekend zei je nog van, met de instelling die we afgelopen zondag hadden, hoeven we niet naar de Kromendijk te gaan. Wat heb je de laatste dagen gedaan? Je bent natuurlijk emotioneel na zo'n wedstrijd. Omdat je normaal gesproken tegen Heracles in een thuiswedstrijd, normaal vind ik, dan moet je winnen. Maar als je ziet hoe wij de goals weggeven, weer. En dat is ook niet de eerste keer. Ja, dan word je als trainer ook wel moe van. En dat heb ik ook tegen die spelers verteld. Maar die kansen en die goals kwamen ook doordat niet iedereen zijn taak deed. Maar dat verwacht ik morgen wel. Want anders is er echt een probleem. Je kan het ook omdraaien en het positieve zien. Nu is misschien juist iedereen gewaarschuwd. Staat iedereen op scherp dat ze echt niet kunnen versloffen? Dat kunnen ze sowieso niet. Want dan geef ik ze niet zoveel tijd ook. Heb je zelf veel ervaring met play-offs? Hoe schat je dit in, dit soort wedstrijden? Ik heb natuurlijk veel ervaring met Europa Cups. En in principe is dit hetzelfde. Dan gaat het ook altijd over 2 wedstrijden. En dat is nu hetzelfde. Wel een Dordrecht dat eigenlijk helemaal niets te verliezen hebt. Bij jullie komt er misschien wel wat druk op. Hoe ga je daarmee om? Dat heb ik net in het begin al gezegd. Die druk is voor ons al vanaf het begin aanwezig. Dus dat zal nu niet anders zijn.